De problemen binnen het openbare vervoer zijn enigszins opgelost. Vandaag spraken wij met de minister van TCT, Albert Jubitana, over de oplossingen binnen deze sector. En volgens de minister, de takikba naar de botomang en de takikba naar de busmang over een vaststelling committee tarieven. Volgens de minister is het belangrijk dat openbaar vervoer is gegarandeerd en dat rust dit tapafeld. Hij gaf ons een uitleg over de voorlopige stand van zaken. Dit is een continu proces, laten we dat zeggen. Want we zijn vanaf het begin natuurlijk met deze uitdagingen geconfronteerd. En met natuurlijk medewerking van de organisaties, ook de goodwill. We moeten zaken niet altijd in een negatief daglicht plaatsen. Het zijn uitdagingen die we zijn tegengekomen en we hebben gezamenlijk een oplossing voor kunnen vinden. Natuurlijk niet voor iedereen naar tevredenheid, maar belangrijk is dat nu de samenleving weer kan beschikken over openbaar vervoer, hetzij NVB-bussen of PLO-bussen. En ook vorige week zijn reeds de boothouders gestart, Meerzorg, Paramaribo, vice versa. Ook dat verhaal kennen we allemaal, de uitdagingen. En een deel van de boothouders, ook met ondersteuning door de tussenkomst van de DC, want ook dit probleem ligt natuurlijk ook op zijn bord. In nauw overleg, constant bezig geweest om te kijken hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Hij heeft ook van zijn kant zijn bijdrage geleverd. En de rapportage is dus dat tot gisteren dat er zeker al meer dan 12 boten varen. Ja. Ik heb ook gisteren met ze gesproken. Ze hebben aangegeven de inzet van die NVB-bussen. Gooi je roet in het eten. Want deze man is Abraham Morona naar de boto. Deze man heeft de NVB-bussen. En dat is werk inkomsten derven voor de boothouders die gisteren zijn gestart met varen. Wat gaat u eraan doen? Nou, dus nogmaals, dit zijn nog uitdagingen die we dus nu waarmee we te maken hebben. En dit zal in nauw overleg verder over gesproken moeten worden. Maar laten we niet vergeten dat we het stukje transport, de overheid zich daarover telkens heeft ontfermd. En wij hebben aangegeven dat deel van, dat hebben we ook met de PLO afgesproken, dat deel van subsidie laten we los. Zodat de vrije markt vanuit gezamenlijke prijsbepaling, vanuit kostprijs natuurlijk, dat de vrije markt daarin haar rol vervult. En ook zo bij de boothouders. Het gaat ook voor hun wat inventiviteit moeten vergen, of dat zij dat aan de dag moeten leggen, om ook op dat gebied de dienstverlening te verbeteren en het aantrekkelijk te maken voor de passagier, los van prijs. Ja, uiteindelijk zijn ze meegegaan met 4 SRD per rit, maar ze wilden 5 SRD. Komt dat bedrag nog? Nou, ik zal bij deze dus in herhaling moeten treden. Zij komen van een prijs van 10, hebben gedropt naar 5. En wij hebben de reële prijzen berekend en we hebben ook een onafhankelijke instantie erop losgelaten. Of gevraagd, laat uw licht erop schijnen en zodat wij een goed beeld, onafhankelijk beeld krijgen. En wij zijn op het tarief beland van, of op een tarief gekomen van 3,30, 3,75. Dus meer dan billig dat ze ook dit hebben meegekregen van 4 SRD. We hebben handrekening vanuit de overheid gedaan om te zeggen, start alvast hiermee. En mocht blijken dat het hoger is of lager, dan zullen we daar naartoe moeten gaan. En blijkt dus nu dat zij hebben aangegeven we starten met 4. En natuurlijk moeten we gaan kijken, want wij stellen voorop vanuit de regering dat de samenleving er niet onder mag lijden. We laten het los, maar het moet wel op een redelijke, behoorlijke manier gaan. Waarbij de samenleving daarvan gevrijwaard is van onnodige prijsverhogingen. Dat het een reëel tarief is. De straat.